In het onderwijs moet anders nagedacht worden hoe om te gaan met leesvaardigheid. Dit zei Rick de Graaf, hoogleraar didactiek van vervreemde talen aan de Universiteit Utrecht, gisteravond op de lezing Meertaligheid en onderwijs, kansen door uitdagingen. Volgens de Graaf heeft onderzoek uitgewezen dat een derde van de Nederlandse leerlingen onvoldoende is geletterd in leesvaardigheid. Ook zei hij dat er weinig wordt getoetst op begrijpend lezen. Ja, en wat doen we in het onderwijs? We leren vooral waar we wat voor toetsen. Leerlingen willen weten wat krijg ik op mijn toets, want dan ga ik daarvoor leren. Docenten willen graag dat de leerlingen de toets goed maken, dus die gaan in ieder geval hierop trainen. En dit komt er dan bekaaid vanaf. Nou, en als er dan een toets komt zoals het internationale PISA-onderzoek, dat zegt dit vinden we wel belangrijk. Want dit is toch ook belangrijk, dit is toch wat je wil met je leesvaardigheid, dat je kunt evalueren en reflecteren. Nou ja. Dus in het onderwijs moeten we op een andere manier nadenken over hoe gaan we om met leesvaardigheid. En daar hebben we Nederlanders voor nodig, daar hebben we taalbeheersers voor nodig, hebben we letterkundigen voor nodig, want juist ook via literatuur kun je op zo'n manier kun je met tekst omgaan. De Graaf meent dat het opleidingsniveau van ouders sterk samenhangt met de prestaties van hun kinderen. Hoe hoger ouders zijn opgeleid, hoe beter hun kinderen presteren. We zien ook dat de taalachtergrond van leerlingen veel zwakker meespeelt bij het voorspellen van succes. Het is vooral op opleidingsniveau. Er zijn misschien wel relatief gezien meer anderstalige leerlingen uit gezinnen met een wat lager opleidingsniveau in de Nederlandse context. Maar wat dan een verschil maakt, is niet de taalachtergrond. Dus de taalrijkdom heeft geen negatief effect op die leesprestaties. De lezing Meertaligheid en onderwijs, kansen door uitdagingen, is georganiseerd door de studierichting Taal en Letteren van de faculteit der Humaniora van de Anton de Kom Universiteit. De lezing is verzorgd in de University Guesthouse.